Continental Kids is een groep kinderen vanaf 8 jaar met dijken van stemmen. De kids staan bekend om hun programma's vol met dans, zang en humoristische sketches. Het enige wat daarin elk jaar verschilt is het thema en de liedjes. Ook de optredens van dit jaar staan weer als een huis. En op zaterdag 19 maart kunt u ze om 4 uur 's middags komen beluisteren in Centrum De Rank in Nieuw-Vennep. Voor Jack de Moor is schilderen een strijd tussen orde en chaos, balans en vervorming en tussen mooi en lelijk. Zijn schilderijen hebben geen symbolische of filosofische betekenis, maar staan op zich. Soms met een verhaal, maar soms ook niet. Voor zijn schilderijen gebruikt hij vaak allerlei materialen om structuur aan te brengen. En vanaf nu kunt u in wijkcentrum Het Kattegat in Hoofddorp ze zelf komen bewonderen. Ben je tussen de 13 en 16 jaar oud? Mag je eigenlijk nog niet uit, maar wil je wel naar een goed feest waar niet bezuinigd wordt op de line-up of op decor? Kom dan zaterdag 12 maart naar Podium Duiker in Hoofddorp. Daar vindt een jongerenfeest plaats genaamd Smack La Paris, waarin allerlei live acts, live beelden en live DJ's te zien zijn. Kijk op www.smackt.nl voor meer informatie. Voor kinderen tussen de 5 en 10 jaar oud treedt Koopmans Poppentheater op in Dorpshuis De Rede in Rijzenhout. Op zaterdag 12 maart kun je vanaf 2 uur 's middags kennis maken met Koeskoes, het witte buideldier, en Wasco de wasbeer. De een woont in de stad en de ander woont in het Rietland, maar beide delen ze één grote passie, namelijk lekker eten koken. Eet je een hapje mee? Op zijn 12e won cabaretier Roel Meyvis de BN De Stem Publieksprijs. Hij ging vervolgens op bezoek bij onder andere Giel Beelen, Javier Guzman en in de flat van Ali B. Hij was daarna de jongste cabaretier ooit in de Nederlandse geschiedenis die met een soloprogramma de theaters afging. Op zaterdag 12 maart komt Roel naar Hoofddorp voor zijn tweede soloprogramma Rock en Roel. Hij mag maar een paar keer optreden per jaar vanwege zijn jonge leeftijd, dus pak je kans. Hier om 8:30 in het oude raadhuis.